Goeiedag. Eén iemand start daar. Ja. Gaat er gezamenlijk inrijden. Mocht enkel naar de linkerkant draaien. Enkel en alleen links. Niet diagonaal. Geen kegels omweg. En ik ga zo snel mogelijk proberen iemand anders zo goed aan de grond te laten zetten. Nee, niet mee. Wij oefenen vaak samen. Voilà. Maar dat is goed. Beetje spelerij op de motto. Dus... Ah, zo, gelijk Snake een beetje. Inderdaad. Dat je elkaar, oké. Ik dacht gewoon qua traag rijden. Het slang is, je moet het bolletje gaan pakken. Oké. Nee. Ja. Een beetje gelijk Tron eigenlijk. Ja. Oké. Okay. Zie wel, blijf voorzichtig. Geen zotte dingen. Ja, ça va. Maar een beetje spelerij. Goed. Maar dat gaat wel moeilijk zijn om de hele tijd te denken dat je alleen maar links mag draaien. Links, ja, dat is een moeilijkheid, hè? Ja. Dat toch een beetje, niet zo eens in de eigen hand die een buitenkant te pakken. Ja, wel. Maar mijn gevoel is ook de meeste kans om dat geblokkeerd te worden. Dat is super grappig, ik heb dat nog nooit gedaan. Oké, kom maar. Ze zijn wel tegen elkaar aan het rijden. Hè? Waarschijnlijk niet, maar ja. Ik kan maar dus voor hier rijden. Het is gewoon voorbij gereden. Je gaat zeker kunnen blokkeren. Hè. Ah ja, ik dacht ze gaan mij blokkeren, dus ik ga verder, maar inderdaad. Oké. 1-0. Ja. Doen we toch? Mocht er hier niet in dan, hè? Die geeft u wat tactiek mee of zo, denk ik. Ja, ik denk het. Ja, doe maar. Niet tegen mij, man. Ja, dat is een goede tip inderdaad. Ja, zo niet denken van die gaan mij blokkeren, maar gewoon daar gebruik van maken. Ja. Oh, dat is wel leuk. Zij, mijn collega is een van de beste voor deze. Oei. Ja. Oké, okay, dan. Allee. Ik wou botsen, hè. Dat is wel moeilijk, hè. Ja. Goed bezig, Lara. Ja, het is een beetje een spelletje van koppigheid. Ook ik wou verder gaan, maar ik dacht nee, we gaan gewoon tegen elkaar. Wij doen dan de motto's van het werk en dan gaan ze dus koud op die vallen. Ja. Ik had ze van, niet ik zag het gebeuren, maar ik... Ja. We hebben bijvoorbeeld dit met 6-7 motards in dat vierkantje. Ah, maar ja. En dat is... Dan valt er wel eens iemand op, ja. Maar dat kan ook niet anders. Ja. Maar je kunt met de motto's van het werk, kun je dat doen. We hebben een eigen motto-kruipje erop. Nee. Dus, goed gedaan. Goed gedaan, heel mooi. Wat dan? Als je niet had gerukt, had ik het tegengezet. Ik weet het, dat is het spel. Je moet remmen en je voet op de grond zetten. Dat moeten de anderen proberen laten doen. Nou, maar dat is gevaarlijk. Ik weet het, ik was er bijna. Ik was er juist ook bijna tegen Laura. Ik had tegen mij gereden. Ik weet het, bij mij, bij Laura had ik dat er juist ook. Ik had er echt bekend tegen gereden. Dat is ja. Dat is, maar ik zal wat rustiger doen. Ja, ik dacht, je gaat dan.
ga alleen maar links. Heb ik een keer diagonaal gereden of zo? Ik denk het niet. Allee, in mijn kop was dat je vier keer rechtdoor gaat en dan gaat het naar links. En dan moet er iemand op tinden gaan. Het is echt vrij spel, alleen niet diagonaal en alleen links. Dan heb ik het pas deur. Oké, nog eens. Ja, gewoon zitten met 6 in, hè? Dat je met 3 of 4 in zit, dat is het ook uit. Ja. Een beetje vader en zoon competitiviteit. Ja, vader en zoon. Ja? Dat is plezant, hè? Dat is zo'n troon, hè? Dat is eigenlijk troon. Nou, snap ik het, Je weet dat het moet naaien. Nu ga ik hem winnen. Hè? Ja. Zo zien, hè? Hangt er vanaf wat hij kan. Hè? Het is niet gemakkelijk. Nee, het is niet gemakkelijk. Het is natuurlijk leuker om dat met mensen te doen dat je dat kent. Je kent, hè? En die mens gaat er echt in de aanval, hoor. Ja, die mens gaat er al uitzien. Maar ja, als je echt moet je moet het eerst al kunnen, hè? Ja. Allee, niet arrogant bedoeld of zo, maar. Als je het niet kunt, dan is er geen spel, hè. Maar het is ook het is een moeilijk niveau, het is niet zo breed of zo. Hè. Dus voor veel mensen denk je dat dat gewoon, ja. Maar papa heeft die zakken op eraan hangen. Dat helpt ook niet, hè, want het is dus constant tegen die. Ik heb alles eraf gehad, hè. Hij heeft wel een schoon behendigheid, hè. Wat? Ja. Maar wij gaan altijd, we gaan vaak wel zo eens zelf oefenen in groep. Zo. Met haar broer en ik en ons papa. Mijn broer. Ah, wel, uw broer, ja. Dus ja, je ziet dat. We vinden dat wel leuk. Ja, dat is plezant. Maar ja, zo'n dingen kunnen wij niet doen, hè. Nee, we hebben te weinig kegels. Ja. Een beetje oneerlijk gewonnen eigenlijk. Door wat? Ik voel dat hij na een fout komt. Ja, ik hoop dat blijft rijden totdat iemand een fout maakt.